Oké, okay, jullie denken misschien, wat gaan die nou doen als morgens, zondagochtend zo vroeg? Ja. Nou, we gaan een pre-visit doen aan de Vlagberg in Sint-Antonis. Dat is in Brabant. En de Vlagberg is de camping waar we straks met Joke en Nico zijn. Zo, kijk, we zijn op weg naar Joke en Nico. We rijden hier op de snelweg. En je ziet daar zo in de verte een aardig buitje, zie je? Kijk, Schiphol, daar gaan we langs. Altijd leuk om te zien. Vooral als die vliegtuigen zo over de weg heen komen net, zie je. Oh, dat is echt leuk om te zien. We zijn bij Joke en Nico. Kijk zo. En dan gaan we hun even ophalen. En dan gaan we even naar de Vlagberg. Hey. Hoi. Hoi. Zeg even wat we gaan doen. Wij gaan zoenen. Wij ook. Naar de zandbeen. Naar de zandbeen. Kijk, en Nico die gaat nou eventjes het hek open doen voor ons. Zodat we naar binnen kunnen. Ah, en dit is het toiletgebouw. En ja, dat is net als die andere toiletgebouwen van Staatsbosbeheer natuurlijk. Alles erop en eraan. Ziet er echt onwijs mooi uit. En de details die laten we jullie natuurlijk zien als we hier zelf staan. En kijk, er staan hier al aardig wat mensen. Daar heb je ook nog toiletgebouwen, maar dat is een privé toiletgebouw. En daar zit nog een caravan en die mensen die hebben daar ook een privé toilet. Daar zat nog een camper, er rijdt net een camper weg. En daar staat een campertje en hier konden net twee mensen aan met een campertje. En die zijn nu, kijk daar, zijn ze hun eigen aan het inboeken. En je ziet daar ook nog een camper staan. Moet je je voorstellen, het is dus begin februari en er staat hier al gewoon heel veel mensen. Dit is de fikplek. Ja, kijk. Hij is weer kleiner. Ah, nee hoor, hij is ook wel flink vind ik. Ja, hij ziet er leuk. Oh kijk, hij fikt nog. Ja. Het is nog warm, joh. Kijk hoe die hazelaars al in de bloei staan, ongelooflijk. Nummer 70. Ja, wat? Dit is al nummer 70. Kijk dan, daar staat de tent. Ja. Zijn ze aan het afbreken trouwens. Nou kijk. Geinig en toch leuk. Hier het hout. Oh ja, gooi er een plankje op. Nee. Kijk dan. Hier. Kom, gaat je even kijken. Doet het ook, kijk dan. Hij staat er aan ook. Ja. Nou, dit is het trekkersveld. Kijk. Ja, dit is het trekkersveld. Ziet er mooi uit. Zo, het is echt wel fris. Ja, en oosten. Hé? Het is koud. Ja, zeker koud. Kijk, en hier hebben we de computergerichte. Ja, zie je computergestuurde. Via de website, kies dan op de menuknop. Dat is de privé, Kijk, dan sta ik hier op het parkeerplaatsje van Sint-Antonis, midden in het centrum. Dat is, kijk, bij de kerk. En we gaan eventjes hier, Cafetaria De Brink, gaan we eventjes een hapje doen. Even lunchen. Kijk, Joke en Nico zitten al binnen. Die zitten lekker hier zo in de cafetaria. Kijk, en hier is de cafetaria. Hier hebben we lekker wat gehaald. Heerlijk, hè? Toch leuk? Ik was even mijn accu even aan het omwisselen, want ik denk, hé, hey, mijn lege accu. Ja? Nou, gaan we terug weer naar Zoeterwoude. We hebben even lekker gegeten, heerlijk.